Jordi van Be Alive en welkom bij een nieuwe Pretpark Nieuwtjes video. In deze video behandelen we de Furry in Bobby Island. We hebben terug goed nieuws vanuit Bellewaerde en de Haunted Mansion in Disneyland Parijs is heropend. Welkom in een nieuwe Pretpark Nieuwtjes. Vergeet vooral niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Vergeet ook vooral dat duimpje niet omhoog te geven en vergeet ook vooral het belletje niet. Ik zie je zo meteen na de intro. Benieuwd naar alle weetjes in Pretpark Cloud? Dit zijn de Pretpark Nieuwtjes met Be Alive. Life is better on a rollercoaster. We weten allemaal dat ze Bobby Allen bezig zijn aan de Triple Launch Coaster. De langste Triple Launch Coaster van de Benelux. Deze heeft een uniek element dat wereldwijd is. Een element dat nog bij geen enkele achtbaan gebruikt geweest is. Namelijk het element dat jij kan beslissen of de baan in zijn vooruit of in zijn achteruit gaat. En hoe doen ze dat? Hoe doen ze dat? Dat kunnen ze namelijk doen door bezoekers op knopjes te laten drukken. Voor de treinplatform bereikt, kunnen bezoekers duwen op vooruit of achteruit. Als een meerderheid stemt op achteruit, gaat de achtbaan in zijn achteruit en omgekeerd. Maar wat als er een gelijke stand is? Als er een gelijke stand is, dan gaat de computer zelf kiezen hoe de achtbaan gaat. Dit is iets unieks op de wereld, dat gebeurt in een achtbaan. Ze zeggen van zeker eerst naar Bobby Island gaan voor deze van uit te testen. En goed nieuws vanuit Bellewaerde. In de vorige Pretpark Nieuwtjes video heb ik gemeld dat Bellewaerde zijn afkeuring heeft gedaan voor de nieuwe achtbaan. Maar deze hebben ze ondertussen laten goedkeuren. Dus dat wil zeggen dat we een nieuwe achtbaan kunnen verwachten voor Bellewaerde. Dus we zijn alvast benieuwd. Ik hou jullie zeker op de hoogte hierover. En in Disneyland Parijs is de Haunted Mansion terug geopend na zo lange tijd. Ze hebben heel die attractie rustig onderhoud gedaan. En er is heel wat vernieuwd eraan. Ik heb al een onrides gezien van vernieuwde Haunted Mansion en ziet echt wel goed uit. Wat hebben ze veranderd? Ze hebben bijvoorbeeld de hang waar je in de lift zit, dus waar de schilderijen naar beneden gaan. Hebben ze allemaal nieuwe schilderijen hangen. Ook enkele scènes zijn aangepast en het verhaal gaat verder. Maar het is geen nieuw verhaal, maar het verhaal gaat gewoon verder met de bruid. Die telkens op zoek is naar een andere bruidegom, maar deze ook niet vindt. Kort gezegd, daarover gaat een beetje nu het verhaal van de Haunted Mansion. Ik wil zeggen dat deze attractie vooral is gaan bezoeken als je in Disneyland Parijs bent. En vond je dit een leuke video? Deel en zoveel mogelijk. Laat een reactie naar wat je van deze video vindt. En ik zie je terug in de volgende video.